oud-hoogleraar Diederik Stapel is alweer gestopt als gastdocent aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Hij stapt uit solidariteit op met de Tilburgse schrijver Anton Dautzenberg. Die werd vandaag ontslagen door Fontys omdat hij te controversieel is. Dautzenberg, hier op archiefbeeld, werkte sinds 1 september als scriptiebegeleider bij de Fontys Academy for Creative Industries. De schrijver is omstreden, onder meer omdat hij ooit lid was van pedo-vereniging Martijn. De raad van bestuur van Fontys heeft gezegd dat ze niet op de hoogte waren van de aanstelling van Dautzenberg. Diederik Stapel was gastdocent sociale filosofie. Zijn entree in het onderwijs leverde vorige week veel gemengde reacties op. Fontys Hogeschool zei toen dat de studenten heel wat van de omstreden docent konden leren. Maar daar komt vandaag dus alweer een einde aan. Ik praat hierover verder met collega Koen Wijn, staat op de redactie. Ja, Koen, Stapel stapt op uit solidariteit. Waren die twee dan zo goed bevriend? Ja, die twee die kennen elkaar zeer behoorlijk, ja. Beide controversieel. Dautzenberg dus lid geweest van de pedofiele partij, Martijn. Dat deed hij toen niet omdat hij het eens was met pedofiele handelingen, maar wel omdat hij vond dat er een soort heksenjacht op pedofielen gaande was. Was eigenlijk een soort proteststeun die hij uitbracht. Ja, Stapel, die kennen we natuurlijk van de grote wetenschappelijke fraude. Ja, ze kennen elkaar vrij goed. Ze hadden ook samen een bedrijf, dus ja. Maar als je als Fontys iemand, zo'n omstreden type als Dautzenberg aanneemt, dan weet je toch ook dat daar gedoe over kan ontstaan. Was het ook niet gewoon een beetje dom? Ja, is heel dom. Maar dat heeft puur met communicatie te maken. In Tilburg namen ze hem aan, maar de grote bazen in Eindhoven die wisten daar niks van. Nou, die kwamen daar op een gegeven moment dus achter. En die hebben gezegd, nou, nu we daar achter zijn, meteen een streep eronder, we kappen ermee. Het was onbekend bij het college van bestuur dat de opleidingsdirectie van de Academy for Creative Industries de heer Dautzenberg had gevraagd om 2 studenten te begeleiden bij hun studie. Dan was het de tweede keer in korte tijd dat Fontys op deze manier in het nieuws komt. Ik neem aan dat ze daar niet zo blij mee zijn. Nee, uiteraard zijn ze daar niet blij mee. Tuurlijk, imago-schade. Fontys is een grote organisatie, overal hogescholen. Dus imago-schade. Maar goed, ook 2 docenten nu. 1 gastdocent en 1 vaste docent zijn weg. Ja, en ook voor de studenten is het natuurlijk geen goede zaak. Nou, gaf die college over imago-schade. De Fontys staat er ook niet lekker op, hè? Ja, wat wilt u daarmee vragen? Nou ja, is dit niet een imago-kwestie ook voor de Fontys? Is dit niet dat mensen hier enorm in de piepzak zitten van... Jezus, we staan er weer op, zeg maar? Nou, ik was liever ander in het nieuwsfeest, laat ik het daar maar bij houden. Hij was liever ander in het nieuws geweest. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. Stapel en Dautzenberg, die hebben we uiteraard nog gebeld voor een reactie... maar beide niet bereikbaar. Koen Wijn op de redactie, dankjewel.